Bedankt dat jij een bureaustoel hebt gekocht bij ProOffice. Voor een goede ergonomische werkhouding is het belangrijk dat jij je bureaustoel op de juiste manier instelt. Ik ga je laten zien hoe jij je bureaustoel moet instellen. Bij het instellen van je bureaustoel is het eerste wat je doet, is het instellen van de juiste hoogte. De basishouding is je knieën moet in een hoek van 90 tot 100 graden. En dat kun je doen door middel van de gasveer om die op de juiste hoogte in te stellen. Welke stoel je ook koopt, dat werkt bij elke stoel werkt dat gelijk. Vervolgens gaan we de armsteunen instellen. Je armsteunen moeten zo hoog staan dat je schouders licht ondersteund zijn. Dus dat doe je door de armsteun in hoogte te verstellen. Vervolgens stel je je rugleuning in. Je rugleuning, dat is helemaal persoonlijk hoe jij het wil. Dat kan je instellen door de hendel aan de zijkant los te klikken en vast te zetten. De meeste bureaustoelen hebben ook de mogelijkheid voor een permanente steun in je rug. Elke stoel die dat kan, die heeft een mogelijkheid om meer of minder weerstand te geven, zodat je meer druk in je rug hebt, afhankelijk van je lichaamsgewicht. De airseat zitting zorgt ervoor dat je rug continu in beweging is. Deze kun je instellen met een ingenieus pompmechanisme, zodanig dat jij het prettig vindt. Door op te staan, de pomp in te drukken, dan pomp je de zitting op. Door er gewoon weer op te zitten, het pompje weer in te drukken, loopt die leeg. En zo kun je hem instellen zoals jij het prettig vindt, hard of zacht. Heeft je stoel een schuifzitting, dan is het ook nog mogelijk om door middel van de zitting te verschuiven, meer lengte in de zitting te geven. De meeste bureaustoelen kun je ook de hoogte van je rugleuning verstellen of hebben een lendensteun om de holte in je rug op te vullen. De rugverstelling is bij heel veel stoelen gewoon met een knop naar boven of naar beneden. En dan kan je hem instellen zoals je dat zelf het meest prettig vindt. Heeft je bureaustoel een lendensteun, dan kun je die instellen door het draaien aan de knop. Door hem in en uit te draaien. Als je gewoon een normale rug hebt, vind ik een lendensteun persoonlijk niet nodig. Tenzij je een holle rug hebt, dan zou je de holte wat op kunnen vullen. Als je bureaustoel nu goed ingesteld is, dus je benen in 90 tot 100 graden, je armsteunen zo ingesteld dat je schouders ontlast zijn, dan is het heel belangrijk dat je bureau even hoog is als de hoogte van je armsteunen. Zo is je bureaublad en je armsteun is één geheel zonder dat er iets afknelt. Kun jij werken aan jouw bureau en heb je een hele ontspannen werkhouding. De juiste werkhouding is belangrijk voor jouw gezondheid. Wil je nog meer ergonomische tips ontvangen waarmee jij gezonder kunt werken? Scroll dan naar beneden voor nog meer handige tips.